alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is.
Welkom. Mooi dat je kerstavond met ons wil vieren. Welkom bij de Ark. Licht in het donker is het thema. En we begonnen met het lied Als alles duister is. En kan het maar zo zijn in je leven. Het is nu letterlijk duister natuurlijk buiten en donker. Maar het kan ook in je leven soms duister zijn en soms ook zo voelen. En gelukkig zongen we daarna ook direct het lied Immanuel. Dat betekent God met ons. En dat brengt ons ook direct weer bij Jezus. Vanavond voelt in elk geval voor mij een beetje als oudejaarsavond. En ik denk dat Jozef en Maria dat ook wel zo ervaren hebben. Van de dag na vanavond hebben ze in één keer een kindje. Is leven begint opnieuw, een nieuw tijdperk. En misschien ervaar jij dat ook wel, dat je toe bent aan een nieuw tijdperk. Even wat nieuws, even weer wat licht in de duisternis. We gaan vanavond heerlijke oude nummers zingen, genieten van woord. Maar ook na tijd is er alle ruimte om na te praten. En daar kom ik ook nog wel even op terug. Wellicht kijk je voor de eerste keer naar deze stream, of misschien kijk je wel veel vaker. Maar als het goed is, weet je dat we in de kerk zijn gek zijn op bidden. Dus dat is gewoon praten met God. En dat wil ik ook nu doen, om gewoon even met hem in verbinding bewust te komen. En soms geeft God ook mooie dingen door gebed heen. Dus dat willen we vooral ook gebruik van maken. Laten we bidden. Heer, machtige God, Heer, grote God. En tegelijkertijd zegt u tegen ons, noem mij maar papa. En misschien is onze relatie met een vader wel heel verschillend. Ik heb een hele fijne vader mogen leren kennen. En dat maakt ook dat ik een hele positieve associatie met u heb, Heer. Als een warme persoon dichtbij. Heer, licht in het donker is het thema. En soms kan het zo donker zijn, Heer. Soms kunnen we zo vol onbegrip zijn van regels of van redenen of van ziekte of van ellende om ons heen of van ontslag of van studies die niet lukken of wat er ook maar ons bezighoudt of een huis kopen terwijl het niet lukt, want het vliegt alle kanten op met de prijzen. Heer, het kan soms even zo duister zijn of zo lang duister zijn. Wat is het dan mooi dat u het licht in het duister wil zijn, Heer. Heer, ik geloof dat u ons hierin wilt leiden. En duizend jaar geleden heeft u al beloofd om de duisternis te doorbreken. Om een redder te sturen, om een licht te sturen. En vanavond mogen we naar uitzien, mogen we herinneren dat in deze nacht het licht van de wereld, Jezus Christus, geboren mocht worden. Heer, help ons om die redder, die Jezus, te leren kennen. Dank u wel voor muziek. Dank u wel voor techniek. Dank u wel voor Arnoud Drop, die je straks ook gaat spreken. Dank u ook voor catering, decorbouwers, alles wat hier omheen hangt, dat die het mogelijk maken om van u te getuigen, Heer. En dank u wel ook voor de mensen die luisteren, die meekijken. Wat tof dat ze zijn ingeschakeld. Wat tof dat we dit samen mogen vieren. Kerstfeest. Het feest van licht. Jezus geboorte. Amen. Fijne avond. Geniet, ontspan, doe mee. We zijn ongeveer een uurtje onderweg. Daarna kun je nog lekker nababbelen. Maar ik wil je vooral uitnodigen om met ons mee op reis te gaan. We gaan weer verder zingen. See you there.
Kampvuur liederen te zingen voor kerst. Kerstavond heeft wel iets idyllisch. Zie je Jozef en Maria door Bethlehem scharrelen. Op zoek naar een plekje. Hier kloppen, daar kloppen. Nee, vol, nee, vol. Het verhaal ken je wel, het is overbekend. En dan mogen ze in een stalletje terecht. En blij dat ze daar zijn aangekomen, liggen ze in heerlijk zacht stro, leggen ze hun hoofden neer voor de nacht. Die nacht wordt het kindje Jezus geboren. En in nog zachter stro ligt in een kribbe Jezus daar. En knuffelbare diertjes staan eromheen, stilletjes te kijken, vol ontzag naar dat kindje. Misschien wel een beetje te idyllisch, als je het zo hoort. Ik denk dat het anders zit. Ik weet niet of je wel eens in de buurt bent geweest van een vrouw die bijna gaat bevallen. Maar die wordt niet blij als deur na deur dicht blijft en je uiteindelijk in een stal moet zijn. Dat is echt ver weg van het idyllische plaatje. En ik maak thuis de konijnen schoon. Als ik dan het stro zie en ruik, dat is vol met pies en poep. Dat is wat een stal is. Daar wil je je kindje niet in leggen. Niet in een voederbak waar net een of andere koe of os misschien nog wel in hebt lopen lebberen. Het is verre van een idyllisch plaatje. Misschien wel net als deze kerstavond, waar je anders had gehoopt om hem te besteden. Zit je nu alleen op de bank te kijken naar een kerstnachtdienst? Of met een beperkt gezelschap en weet je dat je de helft van de familie mist of andere aanwezigen, misschien mis je überhaupt wel mensen. En is het even niet zo idyllisch allemaal. Het is de realiteit van nu. Dit verhaal van kerst heeft niets idyllisch. Weet je, toch, ruim 2000 jaar later halen wij weer alles van stal om hier een kerstnachtdienst bij jou in de woonkamer te brengen. Daar zit jij op je bureaustoel, of misschien op de bank. En wij zitten hier om het kampvuurtje. Onze handen te warmen aan het vuurtje. Maar die duisternis van die kerstavond, die paniek, die wanhoop die Maria gevoeld moet hebben op de avond voor haar bevalling, die herken je misschien wel. Ik weet dat er mensen zitten te kijken voor wie die duisternis wel heel dichtbij komt. Als ze vooruitkijken op korte termijn en terugkijken over het afgelopen jaar. Ondernemers die de boel zien instorten. Mensen die hun baan kwijt zijn of kwijt dreigen te raken.
Misschien zit je wel letterlijk of in gedachten aan het ziektebed van een geliefde. De duisternis kan op vele manieren om ons heen best wel dichtbij komen. En ik ga het vanavond niet hebben over licht in de duisternis en deze wereld en wereldvrede en hoe we dat nodig hebben. Volgens mij is waarom het kindje Jezus is geboren, waarom Jezus is gekomen, iets veel persoonlijkers. En gaat dat over jou? Jij die hiernaar zit te kijken. En de duisternis van jouw leven. En misschien wel gerelateerd aan wat ik net noemde. Misschien wel iets heel anders waar je al langer mee zit. Of ervaar je gewoon een leegte in je leven? En heb je het gevoel, waar ben ik mee bezig? Zo ken ik verhalen van mensen die bezig zijn met hun carrière, het gevoel hebben dat ze een ladder beklimmen en uiteindelijk erachter komen dat die ladder tegen de verkeerde muur staat. En dat het ook niet bevredigt om in hun carrière het te zoeken. Of een leegte op vele andere manieren kunnen vullen. Verslavingen, noem maar op. Hoe je hier ook naar kijkt, deze avond, die misschien wel iets minder idyllisch was dan hoe we begonnen, of is. Deze avond die heeft denk ik toch iets heel bijzonders. Als we iets eerder in het kerstverhaal beginnen, in een van de vertellers van het kerstverhaal is Lucas. En die begint zijn verhaal iets eerder, namelijk bij de geboorte van een familielid van Jezus, Johannes de Doper. En die zijn bijna even oud, Johannes en Jezus, maar Johannes begon wat eerder met zijn werk. Hij was eigenlijk een beetje de aankondiger van Jezus. Hij wordt de doper genoemd omdat hij al bezig was met mensen oproepen om te zeggen, jongens, er is wat anders om voor te leven. Er is goed nieuws. Je kunt je leven omkeren. Het hoeft geen doodlopende weg te zijn. En daarmee verwees hij eigenlijk al naar wat zou komen, naar Jezus. Net zoals deze avond verwijst naar Jezus. En toen Johannes werd geboren, had zijn vader een bijzonder moment. En er staat in de Bijbel dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. En hij sprak daar heel bijzondere woorden. En ik wil een klein stukje daaruit voorlezen. Omdat dat gaat over licht in de duisternis. Niet in die van de wereld, maar in die van mijn leven. In die van jouw leven. Die vader, Zacharia, die spreekt veel woorden, Zacharias. Maar ik pak hem op, ergens tegen het einde. Lucas 1, vers 76. Daar staat, en jij, mijn kind, en dat zegt hij dus tegen Johannes, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want hij was die aankondiger. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding. Door de vergeving van hun zonden. En dan waar het gaat over licht in de duisternis. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen. En schijnen over alle die in duisternis verkeren. In de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid, dankzij het warme hart van God, zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen, over jou ontfermen. En schijnen over alle die in duisternis verkeren. Als jij dat gevoel hebt dat die duisternis, dat dat misschien wel realiteit is, nu, of gewoon groter als je in je leven kijkt, niet eens gerelateerd aan dit specifieke moment vanavond of deze tijd van lockdown en ellende, dan is Jezus gekomen, dan heeft God Jezus gegeven om licht te brengen in die duisternis. Dat is de hele reden. Precies zoals het hier staat. Het is eigenlijk een aanbod. Een aanbod om kennis te maken met dat kindje. Misschien valt het dan wel mee met dat beeld van die knuffelbare dieren die nieuwsgierig staan toe te kijken. Dat kan. Dat je nieuwsgierig kijkt naar dat kindje in die kribbe, in die voederbak. Waarom ligt hij in een voederbak? Waarom kwam hij in een stal als het een koningskind is? Er zijn zoveel dingen over te vertellen. Maar weet je, vanavond hoef je niet alles te doorgronden of te begrijpen
Ik doorgrond niet alles. Ik begrijp niet alles. Maar ik ben daarin onderweg. Het werd net al even gezegd bij het welkom. Ga met ons de reis aan. En wij zitten hier rond het kampvuur. En wij zijn onderweg. We zijn op reis. Maar wij willen dat kindje Jezus steeds beter leren kennen. Om te begrijpen hoe schijnt dat kindje dan met licht in mijn leven. Hoe wordt dat dan realiteit? Iets met het geloof. Hij moest er niets van hebben. Dat zei hij vanmiddag ook nog. Nee, al 2 jaar geleden. Ik moest er niks van hebben. Maar door de tijd heen, in de afgelopen jaren, werd hij nieuwsgierig. En hij is begin dit jaar is hij mee gaan doen met een Alpha-cursus. En hij zegt, daar is het zaadje geplant. Daar is nieuwsgierigheid geboren. En hij is daarna naar de kerk gegaan. En iedere zondag kwam hij daar. En afgelopen weken werd hij geraakt en had het gevoel, ik moet hier wat mee. Ik wil me laten dopen. Precies zoals die Johannes de Doper ook deed. Mensen meenemen en ze vragen om een nieuw leven te beginnen. En Martijn die zal zich begin januari laten dopen. Hij is op reis gegaan. Hij is dat kindje gaan leren kennen. En de tweede persoon die ik ook vandaag sprak, toevalligerwijs, is Vincent. Een paar jaar geleden, 2,5 jaar geleden om precies te zijn, liep hij een kerk binnen. Op uitnodiging, zoals jij misschien nog wel, op uitnodiging van iemand van deze kerk naar deze livestream zit te kijken. Misschien zit je wel naast die persoon. Zo liep hij 2,5 jaar geleden een dienst binnen, toen kerken nog open waren. En hij werd daar geraakt. En hij kon absoluut niet begrijpen wat het was. Maar het was iets wat hem nieuwsgierig maakte. Hij is die reis aangegaan. Hij hoorde een verhaal over God die op de uitkijk staat en stond te wachten op hem, totdat hij thuis kwam. En dat voelde voor hem precies als waar we het vanavond over hebben. Alsof het licht in zijn duisternis scheen. En hij zegt, daarvoor wist ik geen raad. Maar toen ik Jezus heb leren kennen, ben ik een avontuur aangegaan wat nooit meer zal ophouden. En dat is het aanbod wat ik je vanavond ook wil doen, om dat avontuur aan te gaan. En als je dan naar dat kerstverhaal kijkt en een van die idyllische plaatjes, vereenzelvig je dan maar met die nieuwsgierige os die in die kribbe staat te kijken. Nieuwsgierig, klein beetje ontzag van wat gebeurt hier. Er stil van, omdat het niet zijn dagelijkse praktijk is, dat er baby's liggen in zijn voederbak. En iets van die blik die die os heeft op de tekeningetjes die ik nu voor me zie, is misschien wel de blik die jij mag hebben. En ik nodig je uit om die reis aan te gaan vanavond. Om die ontdekkingstocht te beginnen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is te zeggen, Heer, help. Help mij. Ik wil u leren kennen. Die duisternis waar ik in vastzit en wat voor voorbeeld ik net ook genoemd heb, of misschien wel iets heel anders, maar dat van die duisternis, als je dat herkent, kun je gewoon zeggen, Heer, help. En schijn met uw licht in mijn leven. Ik wil dat leren kennen. Ik wil dat ontdekken. Dat is het aanbod van kerst. Jezus begon als een baby. Zelfs zijn eigen ouders mochten hem leren kennen. Hij mocht groeien in zijn relatie met al zijn vrienden. Met iedereen die hij later heeft leren kennen. Ook deze Lucas die dit verhaal opschrijft. En diezelfde groei, die biedt hij jou vanavond aan. Wil jij stappen in dat avontuur? En dat nieuwsgierig aangaan. Hey, en als je het goed vindt, wil ik daarin met jou bidden. Als je dat wil, als dat je aanspreekt, als je die ontdekkingsreis wil aangaan, mag ik dan met jou bidden. Vader in de hemel. Jezus in de kribbe. Heer, voor waarschijnlijk iedereen die hiernaar kijkt, bent u in een andere fase van het proces van leren kennen. En bij sommigen bent u al jaren onderweg. En anderen voelen zich nu misschien als een nieuwsgierige os, kijkend in de kribbe. Wat is dit allemaal? Waar gaat dit over? En hoe is dit relevant voor mijn leven? Heer, en waar we ook staan, of dit nou het begin van het verhaal is wat we met u hebben, of een nieuw hoofdstuk, omdat we misschien, omdat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk.
waar we ook staan in dat verhaal, Heer. We willen uitspreken. En ik wil uitspreken voor die mensen die dat ook verlangen, die daar nieuwsgierig naar zijn. Kom met uw licht in mijn leven. Schijn in mijn duisternis. En daar waar uw licht schijnt, daar wijkt de duisternis. Die is verdwenen. Die hoeft niet langzaam verdrongen te worden. Die breekt daardoorheen. En voor ieder die dat verlangt, wil ik bidden. Heer, kom. Help mij. Help mij om in dit leven te ontdekken wie u bent. Help mij om in dit leven te herontdekken wie u bent. Heer, hoe we hier ook zitten, hoe we hier ook naar kijken. Ik dank u dat u dat doet met verlangen, niet met verwijten. U ligt niet in die kribben, krijsend, waar was je nou? Of welk verwijt er ook misschien wel in je opkomt, waardoor je denkt dat je niet dichterbij mag komen. Maar het is anders. Het is als een God, als een vader die op de uitkijk staat. Zoals Vincent van het verhaal van net dat ook zo ervaren had. Dat God voor hem op de uitkijk stond. En zo bidden wij. Ga met ons het avontuur aan, Heer, hier zijn wij. Niks idyllisch, maar met de rauwheid van het leven waar we middenin zitten. In sommige gevallen zelfs de pijn. De wanhoop. We geven het aan u. En we nodigen u uit. Schijn met uw licht. In het donker. Amen. Zowel Vincent als Martijn hebben allebei hun reis, zijn allebei hun reis begonnen na een moment als dit, waar ze naar keken, waar ze geïnspireerd raakten of waar ze nieuwsgierig werden. En zij besloten om mee te doen met een alfa. Om in een aantal weken samen met anderen gesprekken aan te gaan, op onderzoek te gaan over wat heeft dat verhaal in die stal met mijn leven te maken. En wat wil dat kindje voor mijn leven betekenen? En hoe is dat dan licht? Als jij er ook nieuwsgierig naar bent en als je dat zou willen verkennen, dan nodig ik je heel graag uit om mee te doen met een alfa. Die ook hier vanuit de Ark in Assen gaat starten. Op 10 januari gaat dat beginnen. En je hoort daar straks ook meer over. Je kunt ook daar allerlei informatie over vinden op de website van BG de Ark. En het is een toffe reis. Het is een reis met vrienden. Je voelt je als het ware alsof je rondom een kampvuur zit met anderen, week in, week uit, op een vaste avond. En je leert ze langzaam een beetje kennen. En langzaam leer je Jezus ook een beetje kennen. Een fantastisch avontuur. En wie weet wat dat voor jouw leven betekent. Maar ik nodig je uit om daar te komen. Het goede nieuws is, het is gratis. Het is gezellig. En ik denk dat het je heel goed gaat doen. Dus als je wil weten hoe dat licht voor jou relevant kan zijn, check de website en meld je aan. Laten we samen zingen.
Jezus kwam. Verbreekt hij alle banden, vrij van het juk van verdrukking en vreed. Uit ons hart en dwars door alle tranen, ons brengt een lied dat jubelt.
stille nacht. Eigenlijk wel een beetje stil met alleen maar wij hier. We hadden graag samen met elkaar in de nieuwe kolk gezeten en met elkaar gezongen. Maar helaas, het is een beetje kleiner. Maar gelukkig, we hebben techniek en we kunnen een heleboel. En we zijn ook erg blij met Gabriella. Die heeft opnieuw eigenlijk de uitdaging, de handschoen opgepakt en de uitdaging aangegaan. Om eigenlijk samen met meerdere kerken, 15 kerken, een basisschool, een middelbare school, om een lied te gaan maken met elkaar. En ontzettend gaaf dat we dat zo mogen doen. En we willen graag ook even kijken naar het lied Komt allen tezamen.
dank. Dank voor zoveel mensen die hebben meegewerkt. Als ik ook even die aftiteling zie, hoeveel organisaties, hoeveel mensen er wel niet achter zitten. Ook vanavond hier weer, ook alleen al om dit kampvuur wat heerlijk warm is, in elk geval het lijkt zo voor jullie, dan is het in elk geval weer mooi en bemoedigend, zeg maar, om zo samen onderweg te zijn. We hadden ook heel graag een dienst voor de Nexters willen organiseren. En ik weet zeker, er kijken een aantal van jullie. Dat hebben we niet kunnen doen, maar we hebben wel iets anders. Want we vinden het heel belangrijk dat jullie ook gewoon lekker met elkaar weten te chillen en elkaar ook weten te vinden, naast ook het geloofsleven daarin te duiken. Dus daar hebben we wat op gevonden. Jullie krijgen allemaal een pathébon. Dus van je nextleider. En als je nu slim bent, maar dat is een tip, kijk je dat samen met iemand anders van de jeugd. Want dan kun je twee films kijken. Hè? Want iedereen krijgt zijn eigen code. Dus, maar dat, denk dat vooral uit. Maar nodig misschien ook mensen uit die je misschien nog niet naar Next toe gaan. Dus denk daarover na. Niet te veel natuurlijk, maar maak daar lekker gebruik van. Dan had ik jullie nog beloofd dat je na tijd nog even lekker mag nababbelen. Dat kan ook. Er komt nu een 06-nummer in beeld. Die zal nu nog niet beantwoord worden. Maar na het laatste lied zal die beantwoord worden. Dus bel gerust. Mag voor hele zware dingen zijn. Als je zegt van, oh, maar ik wil hier graag over hebben. Mag over andere leuke dingen zijn. Gewoon even van je afpraten. Voel je vrij. Kan ook zeggen dat je denkt van, ja, weet je, delen, dat hoeft nu niet. Maar dat babytje Jezus die dus nu ongeveer in het geboortekanaal zit, zeg maar, waar we qua herinnering zitten, die morgen, zeg maar, geboren is, dat je denkt van, ja, weet je, die babytje, dat is een jongen geworden, dat is een man geworden. Dat is uiteindelijk de redder van de wereld geworden. Tenminste, dat geloven heel veel met mij. Dat je daar zoiets hebt van, ja, daar wil ik wel wat meer over weten. Dan is Alpha, wat Arnoud ook terecht zei, is Alpha een mooi middel, mooi instrument om te leren kennen, mooie reis eigenlijk, moet ik zeggen. Er komt nu ook een QR-code in beeld, daar kom je direct op de site waar je moet zijn, namelijk bgdeark.nl/alpha, mocht die niet werken. Daar zie je dus alle data staan, filmpjes, formulieren, weet ik wat. Doe mee, 10 januari. Maandagavond, gratis eten, starten we mee. En daarna een kennismaking. Is het niks voor je, haak je gewoon prima af. Maar waarschijnlijk vind je het zo mooi dat je alle keren blijft. En dan komen we elkaar gewoon weer tegen. Dus maak er gebruik van, leer Jezus op een ontspannen manier, zonder oordeel, kennen. Daarom is dit een ideaal middel. Even kijken, dan wil ik graag nog een zegen meegeven. Dat zijn woorden, zeg maar, die God tegen ons zegt. En ik zat er zo over na te denken in de voorbereiding. En ik ga in de zegen ga ik in grote stappen even door de Bijbel heen. Pak ik een aantal kleine stukjes, zul je niet vernemen. Maar ik wil hem toch even eruit pakken. Op de eerste bladzijde in de Bijbel zegt God, er moet licht komen. En er was licht. En toch was er ook duisternis. En dan zegt God, maar het licht is gekomen, sta nu ook op en schitter. En een aantal jaar later, een aantal honderden jaren later, zegt Jezus, die stond op en nam het woord en hij zei, ik ben het licht van de wereld. Ik ben gekomen, wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Wanneer jullie mij, zegt Jezus, aan het kruis zien hangen, en dat zegt hij dus tegen de mensen om zich heen, wanneer jullie mij aan het kruis zien hangen, dan pas zullen jullie weten dat ik jullie redder ben. En dat ik alles wat ik gedaan heb, niet vanuit mezelf heb gedaan, maar dat ik alles deed omdat ik één met God ben. Lieve mensen thuis, lieve jij thuis. Ik wil graag dit samengevat tegen jou zeggen. Sta op en schitter. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu nog één lied zingen. En dat vind ik wel echt typerend. Ere zij God. Het gaat eigenlijk over twee dingen. Ere zij God en in de mensen een welbehagen. En als je Jezus' zijn missie samenvat, gaat het over ere zij God. Hè? Heb God lief boven alles. En in de mensen een welbehagen. Heb de naaste lief als jezelf.
laten we dit met hart en ziel zingen. En dan na dit nummer is de dienst afgelopen, maar kun je dus nog nabannen. Thank you.
shivers in the cold. Let us bring him silver and gold. Let us bring him silver and gold. Can you hear the song of love ringing through the night? A baby's cry. Can you see that hope has come when you look inside? This baby's eyes, Emmanuel. Emmanuel, God is with us. God is with us. Send the King to the people everywhere. Listen to what I say. Pray for